Hi, welkom bij mijn channel Fassie You. Mijn naam is Barbara de Boer. Dit is mijn eerste nacht thuis, is achter de rug. Dat was erg hectisch en pijnlijk. Dus ik heb een extra oxycodon vannacht gepakt. En toen werd ik ook weer wakker gemaakt door drugsdealers die aan het praten waren hier buiten. Dus dat was wel even minder. Ja, ik heb een besluit genomen dat ik gewoon thuis blijf. En een vriend van me die kan 4 nachtjes komen slapen. Voor het weekend moet ik even iemand zoeken. Dus ik ga kijken of mijn broer zou kunnen. Maar ik moet eventjes kijken. Maar vanaf ik dat besluit heb genomen, ben ik een stukje rustiger. Ik ben begonnen met een beetje opruimen. Ik zal jullie zo laten zien wat ik aan het doen ben. Ik ben alle mondkapjes heb ik daar neergezet. En alle sanitizers, die moet ik ook eventjes in een bak doen. Dit is het pakketje van de zorginstelling. Die moet ik straks even uitpakken, want dit is zijn handschoentjes voor die mevrouw die kan schoonmaken op woensdag. Dus dat. En ik heb hier mijn drinken. En ik neem elke keer een glaasje. Zorg ervoor dat ik goed drink. Dus dat ben ik even op orde aan het zetten. Step by step. Dus dat was het voor even. Ik ga zo even verder. Hier, rubberen handschoentjes. Ook bij de hand. Dat ik alles goed bij elkaar heb voor wat er nodig is. In geval van nood. Dus dat ga ik allemaal hierin regelen. In deze doos. Ik moet het ook even allemaal uitzoeken hoor. Want dit zijn. Oh ja. Dit zijn ontsmettingsdoekjes. Die kleintjes, die wegwerpdingetjes. Maar die kan ik mee, zeker meenemen in mijn tas. Als ik naar de wc ga voor. En ik heb ook mijn koffertje weer ziekenhuis klaargemaakt. We hebben het uitgepakt. En dat is ook eventjes klaar. Ik zal even laten zien wat ik erin heb. Zo, dit zit erin. Ik heb hier een toilettasje met wat maandverband erin gezet. En inlegkruisjes. Hier een luier. Ik heb hier een zakje met pseudocreme. Shampoo, conditioner, gewone zeep, tandpasta, een tandenborstel en een crème. Dit heb ik gewoon standaard, dat heb ik niet gelijk nodig. Dus vandaar dat ik het hier gebruik. Slippers zijn altijd handig, want ja, als je naar de wc daar gaat in het ziekenhuis of gaat baden, dan is een slipper altijd handig. En ik heb hier een rok en ik heb een legging. En voor de rest heb ik allemaal t-shirts ingepakt. Dat is altijd handig. En in de rok is altijd handig. En ik heb 1 jurkje hieronder. Dus dat is een beetje wat ik heb ingepakt. Voorlopig. Dat is de basis. Want mijn elektronica en al dat soort dingen, dat moet allemaal. Dat gebruik ik nu gewoon. Maar dit is gewoon standaard. En dan kan de koffer dicht. Dat is altijd handig. Net zoals je een koffertje hebt als je gaat bevallen. Maar het is altijd handig om dat alvast in huis te hebben. Stel dat je weer acuut weg moet. Dan is dit. Dus dat heb ik eventjes erin gezet voorlopig. Hey guys, ik word nu opgehaald. Ik ga even boodschappen doen. Mijn eerste keer weer op straat. En ja, we gaan even wat boodschapjes doen wat ik allemaal nodig heb. Dus ik ga nu instappen. Ga je niet filmen hoor? Oké. Ik heb gezien dat ik wat boodschap heb gedaan.
Ik ga nu even naar die Ireum crème kijken. Ik heb het al. Maar ik ga even kijken hoe het er hier uitziet bij de Lidl. En dan, ja, dan laat ik het jullie even zien. Die ene crème. Dus ik ga nu naar binnen bij de Lidl. Helaas. Het is alleen op speciale momenten is het te krijgen. Dus met kerst moeten we de dingen in de gaten houden. Het is een speciale crème die vooral met kerst of met moederdag uitkomt. Dus ik moet het gewoon in de gaten houden. Dus ik doe het voorlopig met die vaseline die ik heb. En ja, wel even fijn om te lopen. Ik ben nog niet naar de wc geweest. Maar hopelijk gaat dat strakjes wel gebeuren. Ik ga even naar de kruidvat. Ga kijken of ze daar toevallig een crème hebben. Want dit is een grote kruidvat. Dus ik ga even naar de kruidvat. Ik ga even naar de kruidvat. Oké. Ik ben nu op Zuid. Bij de vuurplaat. En ik zie dat er hier een grote kruidvat is. Dus ik ga even daar kijken of zij een crème hebben. Met ureum erin. Oké, tot zo. Helaas, ook niet. Ze hebben wel eentje met ureum, maar daar zit parfum in. En ik mag geen dingen met parfum meer. Hè. Dus... ik ga denk ik, mijn vriendin heeft een Eudic Epic lijn. Van Eudic Epic hebben ze een gezondheidsvegan lijn. Ik denk dat ik daar maar even op ga wachten. En anders online ook even kijken. Ik ga instappen. En dan gaan we richting huis. Oh mijn god. Erin. We gaan, ja precies. Maar ik zag een elektrische wagen daar. Die kant op. Die kant. Opeens weet je het. Je wordt verkeersregelaar. Ja. Ja, ik ben Akela toch. Akela? Nee, Akela is van ik doe mijn best. Dat is van de padvinderij, hè. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan naar huis. We hebben boodschappen gaan. Gejaar. Even gelachen. Verdrijf ze ook een vakje. Nou ja. Wat wel leuk. Oké, we gaan... Het is multi-interpretabel. Precies. Je moet die mensen niet aanrijden, heb je gehoord. Wel afrijden. Goed zo. Ja, nu kan je gaan. Zo, ik heb... allerlei dingetjes gekocht, wc-papier en reinigingsdoekjes. En ik wil nog een bakje hebben waar ik mijn medicijnen in kan doen. En dan wil ik het op mijn eettafel hebben. En dan wil ik gewoon als ik ga eten en ik wil mijn placemat alvast klaar hebben. Want ik moet op gezette tijden eten. En ik denk dat ik toch een schema ga maken. Een dagschema. Om een beetje regelmaat te brengen. Je altijd. Rust moet ook nog komen. Altijd goed. Huh? Altijd goed. Altijd. Maar twee woorden. Huh? Je hebt me gemist, hè? Huh? Ja, zie, het is ook al bezet. Maakt niet uit. Oké. Okay. Nee, anders, jij hebt me hier gestuurd. Anders bonk je me hier en dan het komt goed. Dan parkeer je hier aan de zijkant. Is goed. Wacht, wat ik ga doen? Wat ga je doen? Je blijft even in de auto zitten. Ja. Zet ik dan die spullen daar. Oké. Ja. Oké. Okay. Zo. Hij zet de spullen op het balkon. En dan kan ik ze makkelijk naar binnen schuiven. Dat is ook, want voorlopig ga ik even niet tillen. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, hij kan niet goed staan hier. Parkeren is moeilijk hier. Het is echt druk vandaag. Maar goed, ik ga naar binnen. Ik laat jullie zo even zien wat ik allemaal heb gekocht. Dan hebben jullie een beetje idee wat er allemaal is
En ja, ik was vanochtend best wel emotioneel. Ja, want er komt zoveel op je af. Wat moet je doen? Zou ik toch wel? En ik heb gelukkig een besluit genomen. Ik blijf gewoon thuis. Dat geeft al een stukje rust. En ik heb overdag dat er mensen op bezoek komen. Dus dat is ook al heel goed. Dus ik ga nu uitstappen. Oei. Morning. Ik heb net gegeten. Je moet die achterste hebben. Restafval. We zijn even vuil aan het weggooien. Dit is mijn eerste wandeling. Ik heb net gegeten. En ik was aan de telefoon. Ik heb geen oxycodon geslikt. Maar ik voel me opeens naar in mijn buik. Maar misschien juist moet ik dan even een wandeling maken. Maar goed. Ik heb geen oxycodon hoeven te slikken vandaag. Mijn broer heeft bij me geslapen. En, maar ik voelde me even naar worden. Maar ik ben toch naar buiten gekomen even. We gaan het even zien. Dus. Dan weten jullie dat. Ah ja. Ik heb een banaan gegeten. En cracker. En beschuit. En ja, we hebben het even over mijn broer is tandarts. Dus hij heeft me even ingelicht over mijn mondhygiëne. Wat er in het boek staat. En met zijn kennis. En mijn vriendin is ook tandarts. En ja. Dat kan wel een beetje genuanceerder. Dus ik volg zijn advies. En dan, ja, gewoon je gezond blijven doen. Maar er staat namelijk in het boek dat je niet mag flossen. Maar je moet wel weten hoe je moet flossen. Want flossen is wel belangrijk. En een zachte tandenborstel moet je gebruiken. Het gaat erom dat je een goede mondhygiëne hebt. Maar als je gewoon goed poetst. En dus al dat soort adviesjes. Maar dat zal ik een andere keer duidelijk met jullie delen. En ook al laten zien wat ik daar gebruik. Ieder is anders. Maar het is wel verstandig om je tandarts daarover in te lichten. Eigenlijk voordat je met chemo begint. Maar ja. Even een wandeling. Dus. Ik ga nu even. Door. Oké, gaat goed. Ik ben even op het Eendagsplein en kijk Mirjam, Armand en Corky. Ze zijn me even komen groeten en ik heb even een wandeling gemaakt. Mijn broer heeft me gedwongen om het huis te gaan. Ook al had ik een beetje voelde ik me niet zo lekker, maar ik denk laat me gaan lopen. En het is nu wel, ik heb even gerust, maar ja. Het is goed dat hij me er even uit mijn huis heeft gehaald. Dus. Dat is wel gezellig. Kijk, dit soort momenten, die moet je koesteren. Maar goed, ik heb nog steeds een dikke buik. Dat blijft. En we houden het goed. Dus, dat deel ik met jullie. Goedemorgen, het is maandagochtend. Ik heb net even, maak ik een ommetje. De wijkverpleegkundige heb ik vanochtend laten komen op maandagochtend. Om even bij te praten. Of ze nog tips heeft. Ik moet op mijn hygiëne letten. En in principe. Niet veel wijzer geworden. Ze heeft me wel aangegeven dat als ik in grote groepen ben, sowieso mijn mondkapje dragen. En ik moet goede keuzes maken of ik ergens naartoe wil gaan in grote groepen of niet. En ik moet zelf even aanvoelen of ik
ja, ik ben nog aan het twijfelen over mijn rol als gastvrouw de hele avond. Ja, dan zal ik daar sowieso ook mondkapje moeten dragen. Maar of ik het een uurtje moet gaan doen of niet, ik ben er nog niet over uit. Vandaag is 31, dus het is Halloween. En ja, ik heb een pijnvrije nacht gehad. Mijn tabletten heb ik ook geslikt, ontbeten natuurlijk. En ja, neem het one step at a time. En ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te bekijken, comedies. Ik heb gisteravond een vlog van mezelf uit Zweden weer bekeken. En het was weer lachen. Ik heb toen, ik heb ook voor het eerst alleen geslapen. Ik had van gisteravond niemand bij me. Maar toen heb ik mijn stiefzusje gebeld in Suriname. En toen heb ik met haar samen de tablet genomen. En dit, hè, vanavond heb ik het, vanochtend heb ik het met de verpleegster erbij. Ja, mijn buik is een beetje gezwollen. En, maar dus dat is iets wat wel gebeurt. Ik ben nu even op de wandel. Dat gaat ook goed. Dus al met al, voorlopig gaat het. Ik heb alleen een klein wond. Ik heb een sneetje aan mijn vinger. Ik weet niet hoe ik daaraan kom. Maar dat moet ik dus bijvoorbeeld in de gaten houden. Dat het niet gaat ontsteken en dat soort dingen. Ik weet niet hoe ik eraan kom hoor. Maar goed. Voor de rest heb ik vannacht. Ik ben weer vaak gaan plassen. Drinken gaat goed. Mijn insmeren gaat ook goed. Ik heb die ureumcreme heb ik gemengd met kokosolie. Heb ik me vanochtend helemaal ingesmeerd. Mijn voeten ook. Mijn voeten voelen nog steeds vettig aan. Maar dat is prima. Dus ik moet wel vaker mijn handen insmeren, dat ik geen kloven krijg. Maar goed, wat nog meer? Ik zal een van die keren zal ik een ochtendroutine voor jullie filmen. Dan moet ik wel even iemand bij me hebben die dat voor me filmt. Of dat ik een keer een avondroutine doe, wat ik doe. Ik moet oppassen met mensen een knuffel geven, want ja, mogen niet veel dingen. Dus ja, eigenlijk de coronaperiode heeft ons al heel wat geleerd en ik moet gewoon die regels weer aanpassen. En ik moet dus nu gaan toepassen dat mensen, als ze bij me komen, een mondkapje dragen, schoenen uittrekken bij de deur. Ik moet gewoon extra hygiënisch zijn. En dan maar ik heb ook het plezier weer terug te vinden, want ik moet niet doorslaan. En dat is wel even, ik moet daar wel een goede balans in vinden. En ik moet even kijken hoe ik ook mijn sommige bezigheden kan aanpassen aan mijn nieuwe situatie. Want het heeft invloed op mijn nieuwe situatie. Lekker uitgaan, dat soort dingen. Dat kan niet zomaar. Dus ik moet daar even wat meer over lezen. Ik heb voor het eerst ook in de lotgenotengroep van de uitgezaaide borstkanker Facebookgroep heb ik een vraag gesteld over de ervaringen van anderen met betrekking tot deze medicatie. En eentje zei dat ze gewoon, ja, ze komt gewoon in contact met anderen. Dat is verder geen probleem. Maar niets is gezegd over een mondkapje. Maar goed, dat is een keuze die iedereen zelf maakt. Ja, dus ik heb mijn draai nog even te vinden. We nemen het even dag bij dag. En maar goed. Ik ga naar binnen. En
We gaan de dag verder starten. Zo, ik heb jullie update gegeven. Ik ga even kijken wat voor videomateriaal ik voor jullie heb verzameld de komende tijd. Want ik heb volgens mij zaterdag ben ik begonnen met filmen. Heb ik jullie even laten zien hoe ik mijn huis een beetje corona-proof aan het maken ben. Maar het is een proces. Het gaat beetje bij beetje. Dus ik denk dat dit een soort update video gaat worden. Ik ga dat even bekijken en dan zal ik deze vlog afsluiten dat jullie al een beetje op weg zijn. Ja, oh ja. Dan is er nog iets. Er is nog iets. Ik ga vandaag bellen voor een afspraak om mijn coronaprik te halen. Want die mag ik namelijk wel halen. Ja, ik heb hier een soort ontbijttafel gemaakt met alles. Dus dat ga ik zo opruimen. Ik moet mijn tafel even netjes maken. En ik heb sowieso alles al in een bakje gezet. Alles wat ik aan medicijnen nodig heb. En mijn kan met drinken staat ook al klaar voor de dag. Ik ga dus bellen voor een afspraak. En ja, dat ga ik doen. Dus misschien neem ik jullie daar ook wel een keer mee. Maar goed, jullie weten, dat laat ik ook zien. Ik wil alle kijkers hartelijk bedanken voor het kijken. En ook degene die reacties achterlaten. Dank jullie wel. Het sterkt me. En af en toe moet ik ook even lachen. En dat is ook wel goed. Want lachen is gezond. De humor erin brengen, dat heb ik weer. Ik wil ook enorm veel dankbaarheid uiten naar mijn familie en mijn vrienden. Vooral Ivan. Die de afgelopen tijd bij me heeft gelogeerd. En die voor me klaar heeft gestaan toen ik naar het ziekenhuis moest. Hij komt nu alleen maar slapen. En dus daar ben ik ook wel even gerust om. Maar hij heeft ook weer ervoor gezorgd dat ik weer even kon lachen. Heel erg hard lachen. Dus dat was wel even grappig om te doen. Dat was echt grappig. Maar goed, ik vond het ook fijn dat mijn broer even bij me was. Die heeft ook me even over de streep geholpen. Ik ben zo net ook met opzet naar buiten gegaan om even een wandeling te maken. Ik heb de wijkverpleegkundige even gebracht. Ik moet ook even over die drempel heen om naar buiten te gaan, te lopen, weet je. En die stapjes zet ik step by step. Dus dank jullie wel voor jullie support. En ik zou zeggen, like, comment en subscribe. En Soso Lobby.